vrouwen en mannen worden gelukkig overal in de wereld ouder. En de problemen van borstkanker, we zien dat ook in ontwikkelingslanden, het probleem borstkanker meer en meer zijn tol gaat eisen. Het is eigenlijk kanker nummer 1 bij vrouwen. Vandaar dat we ook daar ons best doen om preventie, vroege detectie en behandeling in te voeren. In Vlaanderen staan we gelukkig al een stuk verder, maar ook hier denk ik dat er nog nood is aan sensibilisering, zodanig dat vrouwen algemeen meer naar hun borsten laten kijken. We doen het niet slecht, maar het kan nog veel beter. Ik heb net even de test gedaan op mijn iPad. 12 vragen, heel duidelijk, waar of niet waar, met onmiddellijk feedback. En bovendien ook eenvoudige teksten en filmpjes van experten, van mensen met borstkanker, die meer informatie brengen. Het is een absolute aanrader. Doen, zal ik zeggen. Help mee in de strijd tegen borstkanker en registreer je op pinkribbenboezemvriendinnen.be. Verspreid informatie over borstkanker sneller dan de kanker zelf.